Roak Dozer is de spraakmakende derby in de gemeente Kaag en Braassem. Buiten de eer staat er vanmiddag nog veel meer op het spel. Beide ploegen verkeren in degradatienood en hebben de punten heel hard nodig. En met een gelijkspel schieten beide ploegen helemaal niets op. Roak in balbezit. Overgenomen door Dozer. Een scrimmage dan misschien wat ruimte aan de rechterkant. De voorzet, die is goed. En daar is daar de eerste kans voor Dozer. En Brugman redt. Zo! Dennis van der Geest. Ja, die grijpt vertwijfeld naar zijn hoofd. De eerste kans is er voor Dozer. Scrimmage op het middenveld. Misschien daar de rust bij Sam van der Geest. Aan de linkerkant vrij. Thijs van Zeggelen in balbezit. Van Zeggelen. Van Zeggelen nog steeds. Die mag wel heel ver gaan. Thijs van Zeggelen schiet. En die bal gaat over. Prima actie van Roak-speler Thijs van Zeggelen. Slechte bal. Dozer kan weer overnemen. Moet er 1-2 komen. Dat lukt niet. Lijkt maar een overtreding. En dat zegt ook scheidsrechter Voogd. En die fluit ervoor. Dan is dat misschien de kans voor Dozer. Nou, die gaat geen zo ver naast hoor. Brugman deed dan weliswaar niets. En dan is het inmiddels rust. Er was er eigenlijk niet zo gek veel te beleven. Twee kansen, één echte kans voor Dozer. En één mogelijkheid voor Thijs van Zeggelen. Die kon vrij uithalen vanaf 20 meter. Van Zeggelen, hij weer met de voorzet. Dan is dat de kans. Nou, op de borst. En dan met enig kunst en vliegwerk is het Mike van Vliet die redt. Vrije trap, mooi aangesneden. Helemaal vrij. Wat een geweldige goal. Sean van der Geest. Prachtig aangesneden vrije trap. Dan staat hij toch aardig vrij. Kijk, weliswaar twee spelers van Dozer, maar ja, die dekken lucht. Roak houdt gelijk de druk op de ketel. En dan is daar weer de mogelijkheid. Die gaat maar net daarnaast. Daar hoeft Mike van Vliet helemaal niets aan te doen. Wat resteert is de cornerbal. Daar komt die bal. Ingekoopt met een boogbal en die zit. Wat een curieuze goal van Loek van der Star. Met een boog. Als versteend op de doellijn. De goalie en zijn verdediger. Kijk, omhoog. Ja, je bent kansloos. En dan staat het 2 tegen 0. En hoeveel rek zit er dan nog in Dozer? Dit is een goede actie, maar ook verdedigend prima gedaan. Wat resteert is natuurlijk de cornerbal. Weggekopt. De druk blijft. Roma komt er niet echt meer uit. Koestert die 2-0 voorsprong. Voorzet Guido van der Meer. Ja, dat is een makkelijke prooi voor Bob Brugman. Dozer blijft het toch nog proberen. Tijd dringt. Het hakje, dat kan natuurlijk niet. Toch misschien nog een kans in de rebound. Ja, daar is de kans. Guido van der Meer. Oei, te gehaast. Ja, ziet ook Dave Vennis. Die grijpt vertwijfeld naar zijn hoofd. Dat was toch dé kans voor dit Dozer om dichterbij te komen. Roak weet van geen wijten. Houdt het keurig netjes dicht. En dan vindt scheidsrechter Voogd het welletjes. En dan zakt iedereen van Dozer vertwijfeld op de grond. En verliest men met 2 tegen 0. Hein, gefeliciteerd. 2-0 overwinning. Kan je een korte belevenis geven van de hele wedstrijd? Nou, ik denk dat de wedstrijd is met gewoon slecht voetbal vandaag. En dat heeft baan doorzaken. Deels omdat het een derby is. Deels omdat de wind strak over het veld staat. Waardoor het gewoon lastig voetbal is.
Ik denk dat wij het ook slecht hebben uitgespeeld. Want we hadden in principe in het middenveld een man meer vandaag. Omdat we in een 4-4-2 systeem starten. Alleen ja, we konden de vrije man onvoldoende vinden. Waardoor we eigenlijk aanvankelijk met name de eerste helft natuurlijk niet veel hebben kunnen creëren. Dat heb ik ook aangegeven in de rust. Jongens, het worden 2-3 momenten waar het om gaat in de tweede helft. En dan moeten we er staan. En dan is het natuurlijk wel fijn dat we eigenlijk de tweede helft wel goed starten. En uit 2 dode spelmomenten uiteindelijk weten te scoren. Nou, er komt misschien enerzijds geluk bij kijken. Anderzijds geven we dat heel veel aandacht momenteel op de trainingen en tijdens ons trainingskamp. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat het er dan vandaag uitkomt. En dan denk ik dat Dorze niet in staat was om het laatste half uur het ons echt moeilijk te maken. Waardoor je uiteindelijk vrij makkelijk overeind blijft. Ik vond de eerste helft gelijk opgaand. Met een iets beter Dozer. Wij kregen ook een hele goede kans. Ja, die had erin gemoeten of mogen. Maar goed, die kan je ook missen. Wel tussen redelijk veel spelers. Dus ik verwijt die jongen zeker niks. Tweede helft vond ik onze beste fase. De eerste 10, 15 minuten. Waren we echt de baas op het veld in mijn beleving. Ja, daarna maken zij die goal. Slecht dekken, denk ik, achterin. En dan zie je dat we een onzekere ploeg zijn. Een ploeg die onderin staat. Die het moeilijk heeft. En dat we die goal niet echt meer te boven komen. En dat is wel heel vervelend. Daarna hebben we wel met wat wissels geprobeerd om de boel te kantelen. Maar dat lukte niet. We creëerden eigenlijk nauwelijks iets. Wel wat scrimmages en wat ballen die voor hun vervelend in de 16 vielen. Maar ja, dat is zeg maar niet wat. Dat is niet voldoende om goals te maken.